Bring on the day to come and wear it like a brand new one. Put on the shoes. Een volplein zoals hier in Leeuwarden, dat willen ze in Haarlem volgend jaar ook met het glazen huis erop. Burgemeester Bernd Snijders ging daarom vandaag alvast de kunst afkijken hier in Leeuwarden en nam een kijkje ook in het glazen huis. Welkom. Maar weet je wat het belangrijkste is? Ik heb hier Haarlemmer olie voor jullie meegebracht. Haarlemmer olie? Als burgervader moet ik toch wel even kijken hoe het met je gaat. Ja, nee, heel goed. Ja, nou, en we verheugen ons zeer op volgend jaar. Ja, nou ja, kijk even af hoe het moet. En, Heb je nog tips voor de burgemeester? Nou, ik vind zelf de catering in dit huis heel slecht geregeld. Maar dat schijnt een onderdeel van het concept te zijn. Nee, dat is flauw. Nee, of ik tips heb? Nee, ja, nee. Zorg ervoor dat het voor iedereen toegankelijk is en dat er genoeg gebeurt in de stad. Maar ja. Nou, dat zal wel goed komen, denk ik. Ja. Ja, het is echt iets dat je als stad allemaal goede acties doet om veel geld op te brengen voor het Rode Kruis. Nou, dat is het allerbelangrijkste. Maar ik wil niet verhullen dat het ook wel heel erg leuk is als er gewoon 100.000 mensen naar je stad komen die ook allemaal geld uitgeven en zo. Als je dan toch naar Leeuwarden gaat, dan kun je natuurlijk niet met lege handen komen. Dus wij hebben ook wat geld ingezameld op de redactie. En dat gaan we nu in de brievenbus doen. Nou, namens RTW Noord-Holland geven wij ook €65 ingezameld op de redactie. Nou, wat goed zeg. Dankjewel, Joost. Komt-ie, hè? En volgend jaar Haarlem. En dan wordt het nog veel meer. Omdat het in jullie provincie is? Ja, leuk. Heel veel succes!